Ja, ik ben Anton Bolie vlakbij belopend gekomen naar het voormalige ziekenhuis, wat helaas gesloten is. Anders zou ik nog wel even een slokje water gaan halen. Ik heb dit bordje meegenomen. Ik kwam op die tekst toen ik op Twitter een tweet las van Dagblad van het Noorden. Martin Drent heet hij, geloof ik. En daarbij stond een foto van burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl. En die had het erover en ik citeerde maar voor een deel, want ik weet niet alles uit mijn hoofd. Maar de hoofdzaken wel is dat hij wist dat een heleboel mensen zouden komen protesteren. Demonstranten, maar ook beroepsactivisten. Toen dacht ik, beroepsactivisten, zo voel ik me dat ook. Want zover ik me kan herinneren protesteer ik altijd tegen dingen die onrecht betreffen. En toen dacht ik, beroepsactivist, verdorie, ik ben wel gepensioneerd, maar ik mag er toch nog wat bij verdienen. Dus ik word ook beroepsactivist. En toen dacht ik, nee, beroepsactivist, het zijn mensen die handelen vanuit een overtuiging. Die kan je niet beroepsactivisten noemen, dat is denigrerend. Dus toen dacht ik, ja, wat is het tegenovergestelde van beroepsactivist? Bij wielrennerij is het beroepswielrenner, staat tegenover amateurwielrenner. Dus beroepsactivist, daar zet ik tegenover amateurburgemeester. Beide kloppen dus niet. Beroepsactivist klopt niet, je bent activist, dat is geen betaalde baan. En amateurburgemeester klopt ook niet, want dat is wel een betaalde baan. Dus ik dacht van, nou, ik zet het zo even tegenover elkaar.